Ik dacht zelf dat hij een vinger omhoog stak. In Dashcam laten we u gevaarlijke en opmerkelijke verkeerssituaties zien in Nederland. Hoe konden ze ontstaan en wie zijn de mensen die soms met gevaar voor eigen leven moeten handelen? Ja, wat is dit? Is dit een spel? Pak me dan als je kan. Vandaag rijdt de Dashcam over A27 richting Utrecht. Daar krijgt Jan Rekers te maken met een wegpiraat eerste klas. Je hebt een auto met zoveel pk en dan moet je hem gebruiken ook. Jan is met zijn dochter en hond onderweg naar de dierenarts. Wanneer hij met hoge snelheid rechts wordt ingehaald door een Opel Corsa. Ja, totaal van de gekken om zo rechts in te halen. Het is jammer dat er geen politie in de buurt is, want dan had deze bestuurder echt een maximale boete van €230 kunnen betalen. Maar dan blijkt dat deze asociale bestuurder het heeft gemunt op een witte Volkswagen en deze even verderop zonder pardon van de weg drukt. Tot grote verbazing van de dochter van Jan. Wat een eikel. Stuur je alsjeblieft op. En dat heeft Jan gelukkig gedaan, zodat het idiote rijgedrag van deze Opel-bestuurder ook voor andere weggebruikers zichtbaar is. Ja, dit gedrag hoort gewoon niet thuis op de snelweg. Ik vind het ook ronduit kinderachtig. Uit de beelden wordt ook niet duidelijk wat de aanleiding ervoor is. Hebben ze ruzie of is het een ordinaire roadrace? Maar wat de aanleiding ook is voor dit bizarre rijgedrag, de bestuurder in de Opel hindert het overige verkeer op brutale wijze. En overtreedt daarmee sowieso artikel 5 van de verkeerswet. Spelen, dat moet je niet op de weg doen. Als je wil spelen, ga je naar een pretpark. Heeft u ook een opmerkelijke video gemaakt met uw dashcam? Of kent u een verkeerssituatie die levensgevaarlijk is? Mail dan de redactie en wie weet zien we uw video dan een volgende keer in Dashcam.